Gereden hier op de velden van Bottenijs met jonge kerels, uiteraard, zoals steeds. We hadden de wedstrijd bij de beginnelingen, de nieuwelingen zeg maar. Daar de zege voor Alexander Ameel, voor Milo Gistelink en Thomas Josef. Dat is de jonge broer van Stijn Josef, prof bij Topsport Vlaanderen. Dit zijn de junioren. Kijk eens naar dat veld. Het is één zompige wei. En deze mannen maken er een one-man-show van. Dat mogen we wel zeggen. Timo Verschuren en Michael van Toernout. Inderdaad, ook een broer van. De broer van Dieter van Toernout. Deze man is de enige die wat weerwerk biedt. Maxim Panis. Hij zal in het slot nog komen aansluiten. Omdat vooral deze twee, Verschuren en van Toernout, een beetje gokken. En vooral zichzelf wat in slaap wiegen. Ze kijken het wit uit mekaars ogen. Let goed op de zware stroken. Er moet niet veel gelopen worden, maar dat wil niet zeggen dat het niet modderig en niet zwaar is. Het profiel van de banden, dat kunnen we u nu al vertellen, is zo grof mogelijk. Zowel de jonge mannen, de jonge kerels als de profs, allemaal met Rino's. In het slot krijgen we dan een spurt. Panis die komt er nooit echt volledig bij. En dan is het Verschuren die de meeste reserves over heeft aan het eind van een wedstrijd. En hij haalt het voor Michael van Toernout en Maxim Panis. Dat zijn de eerste drie. Het mooie aan het verhaal is dat ze nauwelijks 5 dagen schelen. Ze zijn bijna even oud. Voor Timo Verschuren was het zijn eerste overwinning van het seizoen. Dan zijn ze weg met de knecht die niet meteen de beste start neemt. Welles kijkt nog een beetje de kat uit de boom. Is naar goede gewoonte niet meteen de snelste starter. We zien Mouret links, we zien Franzooi rechts van BKCP Power Plus. Dieter van Toernout ook mee met de eerste. En dan duiken ze zo het veld in. Hier gaan ze zo dadelijk linksaf. We zijn de streep alweer voorbij en dan de mannen van Landbouwkrediet rustig achteraan op het gemakje. Ze zijn nog maar een week aan het trainen, weet u wel. Komijnen rijdt nog Overijse onder andere en zal ook Bredene rijden. En dat allemaal omdat Landbouwkrediet in januari niet meedoet aan Qatar, de Ronde van Qatar en de Tour Down Under. Dus wat ritme opbouwen, dat mag wel. Ondertussen de snelste start door Matteo Trentin, Italiaan, jonge kerel. Die voelt blijkbaar de benen niet. Nog altijd maar een jaar of 21, heeft een klein kloofje. En dan daarna de grote namen. Trentin, u ziet daar de cameramensen die in deze omstandigheden toch wel hels werk moeten leveren. Met dank aan de mensen van NoTélé, de lokale zender hier, die het mogelijk maakt dat deze wedstrijd in beeld wordt gebracht. Hier krijgen we dan de eerste trapjes, een stuk of 6. Trentin neemt wat afstand. Dan is het rechts de heuvel afdraaien. We zien daarna Franzooi komen met Kenneth van Kompernolle. Hier verwachten we dat ze in het begin nog wel zullen omhoog rijden. Maar naarmate die wedstrijd zwaarder wordt en lastiger, zal er toch wel gelopen worden. Trentin. Hij is de eerste man in deze eerste ronde. De grote prijs Bottenijs is naar goede gewoonten. Ja, met een beetje een cross waarin de toppers de kat uit de boom durven kijken. Een halve wedstrijd lang om dan te zien, zijn de benen goed en moet ik diep gaan voor de overwinning? Dan pas ik of doe ik voluit mee. Vorig jaar was dat ook het geval met Niels Albert. Die wou hier graag Dieter van Toernout zijn ploegmaat de zegen gunnen. Maar dat feestje ging dan niet door. Ondanks het feit dat van Toernout alles op alles had gezet. Werd dan in over ronde of twee voor het einde nog teruggehaald door Francis Mouret. En dan achtte Niels Albert zijn moment gekomen om als wereldkampioen hier zijn 10e overwinning toen van het seizoen binnen te rijven. Voorlopig geen verandering van de wacht vooraan. Trentin ondertussen het truitje al goed vuil. We hebben het eerste gedeelte van het parcours achter de rug. En dan is het Dieter van Toernout die als tweede volgt. Sluit nu bijna aan. Daar al meteen een foutje. We zijn voor aanvang van de wedstrijd heel even gaan luisteren en gaan praten met de verschillende renners. Van Toernout is de enige die vooraan met een minder grof profiel op de banden rijdt. Alle andere renners, zowel vooraan als achteraan, een heel grof profiel gekozen.
best te verstaan natuurlijk als je het parcours zo bekijkt. Maar Van Toernout die koos dus voor een andere weg. En nu krijgen we Zlamalik, denk ik. De man van Sunweb Revor. Manager Jurgen Mettepenningen heeft zich nog eens kwaad gemaakt in de kranten vandaag. Vooraf, voor aanvang van het seizoen, 50 podiumplaatsen. En ondertussen is het al een halve eeuwigheid geleden dat nog een van zijn jongens met Klaas Van Toernout was dat op het podium stond. Dus er moet gepresteerd worden. En dus denkt deze Tsjech Zlamalik, dat zal ik dan ook maar eens gaan doen. Want Mettepenningen dreigt ermee. Nu ook Kevin Pauwels komt onder andere om de kern van 16 renners naar 9 uit te dunnen. En dan kan je maar beter je eens laten zien als je graag je boterham verdient met het veldrijden. Hier komen dan de materiaalpost binnen. Nog niet wisselen. Blijkbaar, dit stukje loopt een beetje omhoog. Rob Peters is op komst. Hij houdt wel van dit zware werk. Gerben de Knecht is een diesel. Eens het buitenkomen van de materiaalpost krijgen we dit technisch stukje met ook nog twee balkjes. Ook dit is een van de leukere gedeelten van het parcours. Kleine voorsprong voor Zlamalik. Dan Peters. We zien Van Toernout. Mouret schuift op. En dit zijn de jongens in de achtergrond met David Boucher. Ja, hier links in het beeld, dat is de tempobeul die volgend jaar voor Omega Pharma Lotto zal uitkomen. Bij Landbouwkrediet hebben ze ondertussen al voor vervanging gezorgd. Ze hebben een andere hardrijder binnengehaald gisteren, of eergisteren. Matti Helminen, ervaren Finn, 35 jaar. Hij moet de rol van wegkapitein overnemen van David Boucher. Zlamalik aan kop. Nog maar sinds dit jaar in het truitje van Sunweb Revor in huis genomen toen Hans de Klerk nog ploegleider was bij Sunweb Revor. En Peters die is bezig met het gaatje dicht te rijden. 1 Zlamalik, 2 Peters, 3 Van Toernout, Mouret. Handjes boven, losjes op het stuur. Andere kant van de weg. Of van het modderpad, zo u wil. Rond het voetbalveld, zoals gezegd. Ze doen het trouwens niet al te fameus. Bottini al redelijk wat verloren in de vierde provinciale dit jaar. En ook Zlamalik, die heeft het eigenlijk nog niet al te fameus gedaan. Dit jaar nauwelijks top 20 kunnen rijden. Af en toe kiest hij dan voor een crossje in Tsjechië om daar wat vertrouwen op te doen. Maar ook daar loopt het niet altijd even vlot. Mouret, de Franse kampioen. Ondertussen al 5 keer Frans kampioen geweest. Peters in tweede positie. Ja, slim gedaan. Peters heel even naast de fiets. En de anderen volgen nu het voorbeeld. Kort draaien gaat soms sneller van de fiets als erop. De Knecht zet daar heel even Mouret in de tang. Nu rijdt men weer naar achter door. Af en toe daar een korte snok, een kort bochtje. En vooraan loopt alles weer wat meer samen. Peters neemt de bril af en denkt, ja, die kan ik toch niet meer gebruiken. Dus gooi ik hem straks maar gelijk weg. Hier draaien ze weer de weg op en dan zijn we zo stilaan gepasseerd voor de eerste ronde. Voorlopig een langgerekt lint. Heel even kijken. Zlamalik, Peters, De Knecht, Mouret, Van Toernout. We zien ook iemand van het AA-drink-team. Ook Welles sluit nog mee aan. En dan krijgen we een eerste gaatje. Van Toernout knokt zich wat meer naar voren. Ook Welles wil wat opschuiven. De man van Rabobank is uiteraard Gerben de Knecht. Lang opgeschoten kerel. Die ook wat meer zijn draai gevonden heeft de laatste weken. Is niet meer van de jongste natuurlijk. Gerben de Knecht stilaan in de nadagen van zijn carrière. 35. En heeft het dus ook wat meer van zware parcours nodig. Peter schuift weer op. De Knecht gaat als eerste het veld induiken. Hier onder andere ook nog Franzooi in de achtergrond. Ook Simonek rijdt hier mee. En dit is Geert Welles. Broer van
Goed gereden in Niel, in beeld geweest daar, Geert Welles. Snelle start genomen, maar uiteindelijk wat pech. Komijnen komt hier al wat verder voorbij. Davy Komijnen had ook niet echt verwacht dat hij hier zou meedoen. Hè. Tweede ronde. De knecht met de forcing. Moret gooit de bril weg. Zlamalik heeft al wat spijt van zijn inspanning. Valt terug naar derde positie. Voorlopig wel nog alles kort bij elkaar. De knecht duidelijk in een beter moment. In een betere periode ook dit seizoen. De snelle parcoursen, daar had hij het wat moeilijk mee in het begin. Maar nu duidelijk onder stoom aan het komen de laatste weken. Was in, of op de Koppenberg, mooi zesde. In Niel iets minder misschien, wat pech gekend daar ook. Negende geworden. Maar moet het vooral hebben van de zwaardere parcoursen, Gerben de Knecht. Moret, die neemt ondertussen over. Francis Moret, vreemde vlerk, dat mag je toch wel zeggen. Rijdt zelden of nooit een topcross mee. Kiest altijd voor het alternatieve circuit. Wint daardoor ook wel een cross of 6-7 per jaar. Maar dan moet je wel de crossen catalogeren onder de categorie 2, zeg maar. Dagmarsellen, Besançon, dat soort crossen. Daar haalt Moret vaak verschroeiend uit. En dan komt hij als een frisse hoen aan de start van het WK. En dan is hij daar geregeld goed voor een top 5 plaats. Ik denk spontaan aan het WK in Hogerheide bijvoorbeeld, waar hij vijfde werd. Pakte ook ooit een bronzen plak op het WK Pontchâteau, als ik me niet vergis. En won ook natuurlijk ooit een wereldbekermanche voor Nijs en Vervecke. Dat was een grote verrassing, een jaar of vier terug. En sindsdien iets minder, heeft toen ook een aantal jaar gefocust op de weg. Francis Moret, een paar keer de Giro gereden, ook een keer de Tour, de Vuelta uitgereden. Maar het lijkt nu dat Moret stilaan naar de 30 weer vol gaat focussen op het veld waar zijn roots ligt. Moret weet wat werken is. Is van oorsprong een metser. Heel even de forcing voeren. En misschien geraken we dan wel met een man of 2-3 weg. De knecht wil mee. Zlamalik heeft het moeilijk. Vergis u niet, het parcours bolt wel, maar het is zwaar. Normaal gezien, tot een ijs, niet echt een superzwaar parcours, niet super lastig. Hier en daar een lichthellende strook, die vandaag natuurlijk extra zwaar wordt, liever. Maar vandaag is Dottenijs anders dan alle andere jaren. En dat heeft uiteraard alles te maken met het weer. Kort draaien rond de paadjes. Moret doet dat goed. De knecht met dat lange lijf heeft het wat moeilijker om zich daar door te wringen. Hier alweer van de fiets. In de achtergrond zien we Welles, die stilaan toch aan het opschuiven is. Misschien moet hij wat onder stoom komen. Wil hij geen vol uur zwaar in het rood gaan. Moet morgen namelijk nog het een en het andere verdedigen. Rob Peters in zijn buurt, de neef van Wilfried. En dan al de rest. We zien Kenneth van Compronolle al wat verder. Zat toch nog met wat last, zei Kenneth van Compronolle na die fantastische negende plaats. Hier komen Franzooi onder andere. Ook bij hem is het niet meer wat het geweest is, Enrico Franzooi. We denken dan spontaan aan zijn gouden tijd bij Liquigas en Lampre. Moret komt door aan de streep. Twee rondes zitten erop. Hier draaien ze nu richting de streep. Zlamalik die wil nog aansluiten. Dat zal hem ook wel lukken, denk ik. De knecht nu heel even recupereren.
Moret vraagt, pak eens over, jongen. En de knecht doet dat. Een gewillige Nederlander met een Tsjech en een Fransman. Het is een internationale cross. En het verschil loopt ondertussen toch al op tot een seconde of 10, denk ik. Hier krijgen we de eerste 3 goed in beeld. En dan moeten, heel even kijken, de achtervolgers nu onder impuls van Rob Peters, die het werk opknapt. Voor Bart Welles, ze doen het met z'n tweetjes, de mannen van Telen en het Fidea, op een seconde of 10. Hier krijgen we onder andere Jonathan Page. Daar Jonathan Page, hier dus in het zwart. De man die in Niel vrij aardig voor de dag kwam, rijdt voor het kleine Planet Bike Team. Man met nummer 35 hier, nummers nauwelijks nog herkenbaar door het slechte weer. Daar komt Ben Berde door de modder geploeterd. Nog steeds met z'n drietjes. En het lijkt er een klein beetje op dat we het met deze 3 wel eens zouden kunnen doen. We zijn bijna 25 minuten ver. De knecht wordt weer afgelost door Moret. Zlamalik sluit aan. Zlamalik dit seizoen nog niet te veel in onze kontrijen gereden. Of toch zeker niet prijs gereden in onze kontrijen. Op de Citadel in name 27e. Dan Ruddervoorde eigenlijk een van zijn betere wedstrijden gereden. Maar betere tussen aanhalingstekens 16e. In eigen gereden voor de wereldbeker, voor de Tsjechische nationale ploeg. Daar pas 47e, zeer slecht dus. Pilsen, daar was hij 18e in eigen land. Ja, we moeten toch wel van ups en downs hebben, Martin Zlamalik. Daar in de achtergrond Welles, die stilaan aan het opschuiven is. Bart Welles komt er mogelijk een beetje door, met net voor hem Tom van den Bos. Dat was dus de man. Tom van den Bos dit jaar ook meer aan het doorgroeien. Rijdt ook volgend seizoen voor het team van Michael Zeilaert. Dat wel een kleine gedaanteverandering ondergaat. Het team dat voorlopig Adrink Cycling Team noemt, gaat veel meer de naam van Leontien van Moorsel gaan dragen. U weet wel, een van de grootste Nederlandse wielrensters aller tijden en getrouwd met Michael Zeilaert, de huidige manager van het team en de zoon van de legendarisch gangmaker Joop Zeilaert. Leontien. Renners moeten hier deelnemen met een duikersbrevet, anders mag je hier niet meedoen. Het wordt zwaarder en zwaarder naarmate de wedstrijd vordert. De knecht op een groot mes. Moret in zijn wat meer gedrongen stijl kleeft aan dat wiel. En Zlamalik heeft het moeilijk, denk ik, op dit stuk. Een stuk waar de conditie serieus speelt. Veel wind staat er niet. Dus dit is niet bepaald een stuk met rug of tegenwind. Nee, maar wel zwaar. Richting de materiaalpost. De knecht draait als eerste links en benieuwd of hij dan gaat binnenrijden straks, want dat is voorlopig nog niet al te veel. Maar voorlopig geen wissels, weinig wissels. We hebben daarnet wel één iemand zien binnenkomen, maar voorlopig blijven zij allemaal op hunzelfde vuile en slijkerige tuig rondrijden. Een valpartijtje van de knecht daar. Heel even een missertje, misstap, maar snel hersteld. Moret kan er niet van profiteren. Zlamalik wel een beetje, want die komt terug aansluiten. Goed, weer over naar de wedstrijd, hè. Met Moret. Altijd maar weer hij. Leek een ronde of 2 terug. Alsof de knecht de beste man was in wedstrijd. Maar nu dus Moret, die de forsing voert. Wel nog altijd met 2 woorden praten. Straks nog 3 ronden af te leggen.
En van deze mannen moeten we echt wel niks meer verwachten. Het gat zeer groot. En dat hebben we ook al voor aanvang van de wedstrijd gehoord bij verschillende renners. Eens het duidelijk wordt dat je hier geen kans meer maakt op een podium, dan is het vooral met de handrem op. Vraag dat maar aan Bart Welles. Die is nu hier al niet meer te zien. Die gaat er nu proberen een goede training van te maken. Ik zou in zijn plaats ook hetzelfde doen. Als je weet dat je morgen waarschijnlijk nog een zeer zware loopwedstrijd in Hammersogge te wachten staat. Hier komt nu Davy Komijnen. Ja, daarnet wat op de rollen nog voor de wedstrijd. Had er toch een beetje schrik van. Oh wel, dit is niet Davy Komijnen, excuseer. Dit is Baptiste Plankaert. Inderdaad, de jonge kerel van Landbouwkrediet. We dachten heel even Komijnen, maar dat werd vrij snel duidelijk. Plankaert veel kleiner. De kop van de wedstrijd. Drie ronden nog te gaan. We gaan dus het uur wel volmaken. Dat is uiteraard altijd de bedoeling in de cross. Nee, nog twee. Ah, we waren op het verkeerde been gezet hier door de koerscommissaris. Ze gaan het dus wat korter maken. Twee rondes nog. Dan gaan we op een 55 minuten uitkomen, schat ik, iets meer. En hier de Verenigde Krachten. Een Tsjechisch-Nederlands duo. Zij moeten de tandem op gang trekken om Mouret van zijn vijfde seizoenszege te houden. Maar de knecht moet het niet verder laten gebeuren natuurlijk. Mouret trippelend over de balkjes, over de trapjes en daar dan kort afdraaiend naar goede gewoonte. Hier komt hij, binnenkant bocht, als een volleerd autopiloot. De ideale rijlijnen gaan opzoeken. En ondertussen, ik kan u zeggen, het heeft hier nog geen moment gestopt met regenen. Het is alsof de zondvloed over Dottigny en Mouscron trekt. Een ark van Noah zou geboden zijn om hier door de velden te razen. Zij hebben vooral een waterfiets op dit moment, de renners, waar ze op moeten peddelen om door de plassen water te scheuren. De knecht laat het toch niet gebeuren en dat zien we graag. Er mag strijd zijn tot in de laatste ronde. Nog twee ronden te gaan dus. Anderhalve misschien bijna al. Tot verwacht. De knecht, krijgt hij het wat moeilijker of neemt hij gewoon een beetje veiligheid? Bouwt hij wat veiligheid in? Zlammalik rijdt er naartoe. Zlammalik rijdt het gat dicht. De knecht moet mee, moet zich vasthaken. Kijk, we zijn weer met z'n drieën. We gaan misschien wel met z'n drieën de slotronde in. En gaan ze wisselen? Mouret wel. Mouret gaat nog een vers tuig nemen. Die heeft er zo stilaan genoeg van. Van die extra kilootjes, extra ballast. En die materiaalpost, ja, die rijdt ook natuurlijk een beetje vlotter. Nog weinig of geen volk doorgereden. Het wordt een Tsjech, een Fransman en een Nederlander. En dan vraag ik me af wat die Tsjech straks gaat spreken. Mocht hij hier winnen natuurlijk, hè. Zlammalik wil als eerste wel dat veld induiken. Ja, voelt zich nog goed. En Jurgen Mettenpenningen moet op dit moment tevreden zijn. Een van zijn jongens toont zich een overwinning. Dat zouden ze wel kunnen gebruiken bij Sunweb Revor. Daar komt Tom van den Bos met Rob Peters. Welles daarachter. Page is opgeschoven. We zien in de verte Dieter van Turnhout. We zien ook Thijs Al met Kenneth van Kompernolle onder andere. Dat zijn de mannen die voor een top 10 gaan op dit moment. En de knecht zet de anderen nu onder druk. Hier heel even weer bergop. Klein stukje. De snelste ronde was de tweede. U ziet het. Goed 20 km per uur. Veel bochten natuurlijk ook op het circuit. Dat maakt de kans op schuiven iets groter. Laatste ronde, 8 minuten gedaan. De knecht gaat diep. Weet dat de overwinning longt.
denkt, ik moet die mannen aankunnen. Gezien mijn uitslagen, gezien mijn ervaring. Moret heeft de kloof weer gedicht, wat doet Zlammelik ook. Het gaat allemaal gespeeld worden in dat laatste technische stukje met de balkjes onder andere. Nu gaan we weer naar de materiaalzone. Zlammelik, nog niks gewonnen dit seizoen. Moret al een stuk of vier. Die is elk jaar goed voor een cross of 5-6. Maar nooit een grote. Zlammelik vlotjes. Zlammelik met een tussenversnelling. De Knecht. Heeft hij nog wat in huis om daarop te antwoorden? Dat moet wel. Als hij wil winnen. Daar heel even balanceren. Zlammelik duwt door. Hier komt de rush van Martin Zlammelik. De Tsjech, de jongste van het gezelschap. Maar de Knecht met zijn oude knoken wil dat niet laten gebeuren. Een uitgelezen mogelijkheid op een overwinning. Dat moet je grijpen met je beide handen als je geen veelwinnaar bent. Moret, lopend gaat het sneller. Nog eens op en af de fiets. Zlammelik kijkt om en ziet, ik heb een meter. En ik wil er daar twee van maken en straks drie. En het lijkt mocht te lukken ook. Daar komt hij. Heeft een jongen van landbouwkrediet in het vizier. Dat kan wat motiverend werken om die op te peuzelen. Ah, foutje. Daar deed hij in de vorige ronde ook al een foutje. Duidelijk niet meteen zijn beste bocht voor deze Tsjech. De Knecht zijn pijpjes uit, denk ik. De Knecht, daar gaat het allemaal wat moeizamer. Het lijkt erop dat Moret toch weer komt aansluiten. Kijk, ik zei het al, dit is het sterke punt van Moret. Dat korte draaien maakt daar zeker een meter of 10 goed. En Zlammelik hier met wat moeite. En we gaan met z'n tweetjes gaan, denk ik. We gaan met z'n tweetjes naar de streep. En Moret, oppassen, niet van de traagste. Hè. Niet van de traagste, maar hij is er wel nog niet volledig bij. We zijn er nog niet, wel op het asfalt. Ze schakelen nu buitenplaat. Alles wat er nog in zit, moet er nu uitkomen. Zlammelik wil het niet tot een spurt laten komen. Weet dat die verduivelde Fransman snel is aan de meet. De Knecht over en uit. Met zijn tweetjes, een Fransman en een Tsjech. Nog niet te veel buitenlanders hier op het podium gestaan in Tottenijs. Daar komen ze in het zicht van de vaste camera's. Zlammelik trekt zich van ver op gang en kan Moret er nog over Zlammelik bijschakelen. Maar Moret komt. Moret komt en Zlammelik legt zich neer bij het spurtmeesterschap van deze Francis Moret. De Franse kampioen, na twee keer tweede te zijn geweest, wint in Tottenijs voor de vijfde keer dit seizoen. De 13e grote prijs van Dauphiné gaat naar Francis Moret. En wie had deze man niet verwacht? Hij heeft er een patent op winnen in zogezegde B-crossen. Al mag je dit zeker geen B-cross noemen, gezien het deelnemersveld. Ja, inderdaad, het heeft even geduurd, maar hier is hij toch. Francis Moret, quelle belle prestation aujourd'hui. Dans des conditions vraiment très difficiles quand même. Oui, c'est sûr qu'aujourd'hui c'était très difficile, c'était un peu chacun pour soi, chacun à son rythme, mais on était quand même aujourd'hui trois du même niveau. J'ai insisté à trois tours du tour de l'arrivée. J'ai creusé un petit écart d'une dizaine de secondes, mais ça a été très difficile de continuer à ce rythme-là. Alors j'ai ralenti pour bien récupérer. Et après, j'ai pris la roue de mes suivants. Et après, dans le dernier tour, j'ai laissé un peu faire volontairement. Et quand j'ai vu que Gerd de Knecht ne pouvait pas revenir sur Zlammelik, j'ai fait l'effort pour revenir sur lui. Et après, au sprint, je savais que je vais assez vite. Et j'ai vu tout de suite qu'au début du sprint, que j'allais gagner. Et finalement, la victoire ici à Dauphiné. Ouais, je suis très heureux. J'ai déjà fait 2x2 à Dauphiné, une fois premier. Et je suis très content et je suis très heureux d'avoir gagné aujourd'hui dans ces conditions-là. Félicitations. Dus, heel duidelijk was in zijn analyse. Moret, heel even de forcing gevoerd, een kleine voorsprong bij elkaar gereden. Dat hebben wij ook gezien. Maar hij zag dan dat het moeilijk houdbaar was op die andere twee. Die kloof werd dan toch weer gedicht, omdat hij zich een beetje stil, de benen stilhouden. En dan uiteindelijk toch gewonnen en daarmee heel blij. Hier zien we nog eens heel even de top 10 met toch Jonathan Page nog op 4, Welles op 5. Tom van den Bos op 6, 7 Rob Peters, 8 Kenneth van Compernolle, 9 Thijs Al en 10 Romain Lejeune. Dat is de top 10 van de 13e Grand Prix de la Région Wallon in Dauphiné.